Alright, jongens, KWO luisteraars, KWO kijkers. Voor de eerste keer zitten we in KWO Studio, podcast. Marco Tettero, welkom. Leuk dat je bent aangeschoven. En voor de luisteraars, jongens, er is dus voor de eerste keer ook beeld bij. Dus check hem op YouTube of op de KWO Community. Daar hebben we dus voor het eerst beeld van dit interview. Geeft het iets meer body. We kunnen ook dingen laten zien, uiteraard. Dus we gaan eens even kijken hoe dat bevalt. Tettero, ik ken je al jaren. Ja. Weet ook wel wat van je. Jongens, misschien wel leuk. Tettero heeft ons ooit een keer giga uit de brand geholpen toen we een DVD-project aan het maken waren. En onze vriend Pilar dacht, oh, dat renderen we wel eventjes, maar dat liep falikant mis. Dus toen ben ik volgens mij nog ergens op een zondagochtend met een hoofdversie van de DVD naar Venlo gereden. Venlo, Venray, help me. Venray. Ja. Toen heb jij ons nog een dag uit de brand geholpen om op tijd in de bios die DVD te kunnen laten zien. Dus klopt, dat. Ja. Ja, dat is wel echt een mooi stukje geschiedenis. Hey, vertel ons eens eventjes in het kort. Wie ben je? Wat doe je? Wat doe je in de karpenvisserij? Wat houdt je bezig? Waarvoor sta je op 's ochtends? Vertel. Mijn naam is Mark Tettero nogmaals. 46 jaar jong. Ja. Want ik voel me dus eigenlijk nog jong. Voor de rest ben ik getrouwd. Bijna 25 jaar alweer. Ik heb één zoon. 15,5 jaar is hij nu. En... ja, voor de rest ben ik werkzaam in de hengelsportbranche bij een van de mooiste merken ter wereld, zeg maar. Nash. Kijk, zonder al te commercieel, jongens. Ja. Het wordt geen reclameprijs, maar hij staat waarvoor hij werkt. Ja. Dat is een goede zaak. Ja, zeker. Hey, en Venray, woon je nog steeds? Ben je ook opgegroeid? Ja, gedeeltelijk wel. Ik ben geboren in Den Haag en toen zijn mijn ouders verplicht verhuisd naar het Limburgse. Oké, vanwege werk van je pa dan? Of? Nee, vanwege familie. Mijn oma en mijn opa die verhuisden naar Horst. Ja. En toen is mijn tante verhuisd naar Horst. Yeah. En toen nog een tante verhuisd naar Horst. En toen was mijn vader zo zat om op de neer te rijden naar Den Haag ieder weekend. En toen heb hij gewoon de grootste vergissing gemaakt in zijn leven. Vanuit Den Haag naar Limburg gegaan. Yeah. En, maar ja, ik ben blij dat ik daar nou woon en ik zit daar goed. Tot hoe oud ben je dan in Den Haag? Zes. Toen ben je die kant gegaan. Ja. Okay. Ja. Dus heb je dan nog echt actieve herinneringen? Niet veel mee, nee. Nee, helemaal niet. Hey, en je vertelde al, je zoontje. Ik kan me herinneren dat je ooit een hele grote herdershond had. Maar volgens mij heb je inmiddels... Nee, ja, we hebben nou inmiddels zijn we een slag kleiner gegaan. Ja. Vanwege drukte. Ik ben helaas niet veel meer thuis. En nou hebben we een Engelse Cocker Spaniel, Jill. Okay. Maar een vishond of gewoon... Nee, thuishond. Thuis. Ik heb hem een keer meegenomen. Toen vond de vrouw het zo erg van laten nou mijn voortaan thuis. Dus hij dat thuis. Okay. Ja. Dus geen wakenhond met vissen erbij. Nee. Die herdershond ging wel eens mee, toch? Of? Die ging wel mee, ja. Nou, die was ook wel gewoon scherp, toch? Zeg maar die was goed scherp, ja. Die hoefde ik maar te zeggen van gaan we eens kijken. En dan ging die weg en dan merkte hij het vanzelf. Al. Maar ook waakzaam, toch? Ja. Toch zijn er veel gasten die ook echt wel vissen met een hond, hè? Kan me dat ook echt wel begrijpen? Als je op een gegeven moment die eentje in Frankrijk of ook in Nederland ergens, dat best fijn is als je gewoon een goede waakhond bij je hebt. Toch? Tussen, jij bent ik weet karate, kung fu, jij kan het allemaal. Nee, maar... ik kan helemaal niks. Ik heb een grote mond. Hoe heet dat? Ik heb... Jacco is altijd mee geweest, zoals de Duitse herder die hadden. Yeah. Die is toen ook een maand mee geweest naar Cassin. Die vond het allemaal prachtig. Yeah. Toen ben ik met een kameraad ben ik in Noord-Frankrijk geweest vissen. En dan stonden we op het punt om hem mee te nemen. Maar we hadden te weinig plek in de auto. En achteraf is dat grootste fout, want toen zijn we toen overvallen daar. Ja? Ja. In Noord-Frankrijk? Noord-Frankrijk, oké, gewoon openbaar ben je toen openbaar, gegaan? Openbaar. Het is nou betaalwater geworden volgens mij. En toen was het openbaar overvallen, Maar dat was s'nachts of overdag? Ja, s'nachts. S'nachts, oké. Okay. S'nachts, volle maan. Wauw. En maar niks gemerkt of juist wel? Nee, en hoe heet dat? Zeg maar, s'avonds, we hadden gegeten en ik moest een boodschap nummer 2 doen. Dus ik loop de dijk op, zeg maar. Yeah. En ik zie 4 jongens staan een paar honderd meter verder. En dan krijg je gelijk zo'n onderbuikgevoel van, hier is iets niet goed. Dus ik loop naar beneden. Ik zeg tegen Stef, we moeten een bangstick of zo meenemen in de auto. Of in de tent, want het zit niet goed. Yeah. En ik ging al slapen met echt zo, dit voelt niet goed. Yeah. En ik krijg s'nachts een aanbeet om 1 uur.
En ik ben te, staat te drillen. Stef komt uit zijn tent om, om te helpen. Hij zei, ik moet even plassen. Dus zij gaat plassen. En geeft me ben ik aan het drillen, ben ik aan het drillen. En op een gegeven moment hoor ik echt een noodkreet van hem. Dus terwijl ik mij omdraai, zie ik drie gasten met stunguns om me afkomen. Dus ik, ik draai me om en stond een andere gozer. Yeah. Die stond bij Stef met gewoon een pistool op zijn kop. Zo. Yeah? Ja? Ja. Zo. Ja, dan is het gewoon klaar. Doe je niks, toch? Dat was klaar. Van, joh, ja, neem maar mee. Ja, en het waren professionals, want het ging echt zo snel. We werden op onze buik gelegd. Weet je, handen en voeten werden vastgebonden. En ze gingen met stunguns langs de lijnen. Dus al die lijnen werden kapot gebouwd. Alles weg. Werd ingepakt en weg. Maar ze, hebben jullie wel gewoon, zeg maar, je bent niet in elkaar gemapt. Ja, ze hebben jullie gewoon laten liggen. Het enige wat ze zeiden van, waar kwamen jullie vandaan op het einde? Toen zeiden we, we komen uit Holland. Yeah. En toen zijn ze weggegaan. Ja. Yeah. Want toen hebben we denk ik nog een half uur gewacht. En we hebben ons eigen op een of andere manier losgekregen. Ik weet ook nog steeds niet hoe het Want je zat vast? Ja, vastgebonden. Ze hadden zeg maar een soort krimptape. Dus het wikkelen ze om je handen en dan gooien ze water overheen. En dan is het vast? Strak. En toen hebben we een half uur gewacht en hebben we ons losgekregen. En toen zijn we gelopen, ja. Super. Zo. Maar de auto was ook weg? De auto stond zeg maar op een andere sector. Stond vooraan op het terrein, zeg maar. En toen zijn we het hek overgesprongen daar. En toen zijn we het eerste dorp binnen gelopen. En daar politie... De eerste deur deed niet open, maar de tweede was een oude Franse man. Die heeft ons echt gewoon fucking goed geholpen, ja. Zo, bizar, man. Politie, toen zijn we naar de gendarmerie gegaan. 12 uur hebben we daar gezeten. En iedereen zegt, we hebben slechte ervaring met de gendarmerie. Nou, echt niet, totaal niet. Ging gewoon goed. Ging perfect. We kregen zelfs een tolk. Er kwam een dokter kwam erbij. En toen hebben we, daar 12 uur op bureau gezeten. Maar even serieus schrikken dan, zeg maar, als je zoiets overkomt, ja, toch? Ja, zo. Je denkt altijd van, dat gebeurt je niet. Maar hoe was dat voor jullie? Heeft dat daarna ook echt gewoon kan voorstellen? In die tijd werkte ik toen voor Sola. Dus voor mij was het een geluk bij een ongeluk. Want ik kreeg gelijk mijn spullen. Ja. Kreeg ik wel weer, redelijk terug. Maar die maat van mij, die heb ik gewoon echt 5, 6 jaar gewoon niet gevist. Ja, en die heb er last van gehad. Hij heeft er nog steeds last van, ja. Ja. Nou, dat geloof ik wel. Tuurlijk, mega heftig toch als zoiets. Ja. En daarna nooit meer iets van gehoord waarschijnlijk qua... Nee. En hoe weet dat? We waren toen op het politiebureau. Ja. En toen ging die map over die dossier van dat water. Yeah. En er stonden wel meerdere dingen in. Maar ja, er was meer van niet qua vissen, maar qua andere dingen die je niet op camera kon zeggen. Ja, oké, duidelijk. Ja. Maar je merkt gewoon dat het is gewoon helaas een onderdeel van. Je moet er gewoon scherp op zijn, toch? Ja. Ik bedoel, ja. En of dat dan een extra lijntje is met een beetmelder, dat deed ik vroeger nog wel eens. Ja. Of dat het inderdaad een hond of... Maar ja, het is eigenlijk te gek voor woorden, maar je hoort maar weer aan zo'n verhaal dat het gewoon... Gebeurt. Je denkt dat het mij gebeurt en niet, maar het kan iedereen overkomen. Ja, zeker. Hier in Utrecht, midden in de stad, waren ook onlangs weer een paar verhalen dat er dat is dat gas wat dan in die tenten gespoten wordt. Waardoor je gewoon even groggy en oud bent. En dan komen ze eruit en dan is ook gewoon letterlijk alles verdwenen. Alles verdwenen, ja. Nog net niet de bifi boven je uit gejat. Nee. Maar zo, bizar man. Zo. Oké, even andere wending. Ja. Maar ik snap dus dat je toen dacht van, oké, was die hond maar meegegaan? Want inderdaad. Dat had je misschien nog, alhoewel, als je tegen drie professionals staat, dan... Weet je wat het is? Ik kan ook gewoon een stuk vlees naar die hond gooien. Het is ook goed. Ja. Bizar, man. Ja. Hey, Den Haag. Je gaat dus op een gegeven moment, ga je naar Limburg toe, naar Venray ook direct met je ouders? Ja, gelijk. En kwam je uit een vissersfamilie, broers, zussen? Hoe... Mijn vader is fanatiek vast stokvisser geweest. Ja. Ik had een zus, die is helaas overleden een tijd geleden. Die was ziek. En qua vis, altijd gevist. Maar je pa was vast stok en die nam je ook mee. Die was wel fucking... Die was echt zo fanatiek. Mijn moeder was aan bevallen, was nog aan het water. Echt? Van mij, ja. Ze zeggen wel, ik ben fanatiek, zeg maar die was nog meer... Maar puur vaste stokvissen? Alleen maar vaste stok, en die heeft ook jou met... Meegenomen gelijk. Ja. En dat had je ook meteen te pakken? Ja. Ja? Je vond het mooi direct... Bizar. Ja, cool is dat. Bizar. Hey, en ik weet van jou dat er nog een andere hobby was. Volgens mij voetbal is ook altijd wel ergens een rode draad geweest, toch? Ja, dat was het wel. Ja, keeper vooral. Maar, maar hoe heet dat? Door de leeftijd en door het overgewicht is... Maar je bent vrij recent. Was je nog gewoon... Ja, vrij recent. Maar ik ben toen gestopt omdat het gewoon niet meer gaat met mijn werk, zeg maar. Omdat ik veel te veel weg ben. Ja. Maar ze hebben me laatst nog een keer gevraagd. Zei, nee joh, ik kan echt niet meer maken. Gaat er niet meer worden. Nee, ik durf het ook niet aan. Daar gebeurt er wat. En dit is zeg maar een one-man band wat ik doe. En ja, kan niet. Daar heb je toch wel wat meer verantwoording voor. Hey, en jouw zoontje keept ook, toch? Ja. Ook wel op wat hoger niveau, toch? Dat die hebt toen een tijd bij VVV meegetraind. Oh ja, leuk. Maar
Hij dacht toen van, ja, ik vind PlayStations toch leuker dan. Ah, oké. Okay. Maar het talent wat hij heeft, ja, dat is gewoon, hoe heet dat? Ik denk dat hij daar wel wat weg hebt in. Dat hij iets wel daarmee moet kunnen. Ja. Oké, okay. Ja. Tof. Hij voetbalt nog wel, of is hij keept nog wel? Ja, hij keept nog wel, ja. Ja. Hey, en school? Heb je ooit iets school gedaan, zeg maar? Ik heb gewoon de LTS, noemden we dat vroeger, gedaan. Ja? Help me even, want ik was voor mijn tijd. Wat is LTS? Lage technische school. Ik ben toen, ik kwam van de basisschool af. Ja. En mijn richting was VWO. Maar omdat ik, het is heel lang verhaal, maar omdat mijn zus was ziek, ja. Dus ik vroeg meer aandacht. Ja. Dus ik dacht van, ik krijg geen aandacht, dus ik ga maar slecht mijn best doen op school. Ja. Dus na 3 maanden VWO ben ik naar de MAVO gegaan. Oké, okay, ja. Yeah. En na 3 maanden MAVO ben ik naar de LTS gegaan. En toen ben ik blijven zitten. Ja, ja. Gewoon echt. Je deed gewoon geen fuck? Nee, ja. Gewoon. Er waren andere dingen die speelden en ik kreeg die aandacht niet die ik dacht te verdienen. En achteraf denk je dan veel anders erover, want de aandacht moest gewoon naar mijn zus gaan in de jaren. Ja. Wat begrijpelijk is, ik zou er precies hetzelfde nou doen. En ja, toen heb ik mijn LTS gedaan. En vanuit LTS, dat is zeg maar zoals nu een mbo is? VMBO denk ik tot VMBO, dat het is. En ben je daarna gewoon gaan werken? Of wat? Nee, ik wilde vroeger altijd militair worden, dus ik ben gelijk luchtmacht ingegaan. Ja. Oké. Okay. 17 jaar, ik ben gelijk van school, heb ik nog 3-4 maanden gewerkt, vakantiebaantje en daarna ben ik gelijk dienst ingegaan. Dienstplicht. En dus eerst dienstplicht gaan, wat we eigenlijk in die tijd iedereen moest doen, hè? Ja. Dat was 2 jaar? Was dat? Nee, 9 maanden was het. 9 maanden dienstplicht? Ja. Maar toen wilde ik, we hebben thuis, je hebt net al gezegd, honden gehad. Thuis ook altijd Duitse herders gehad. Dus daar wilde ik wel wat verder mee. Ja. Toen kreeg ik op een gegeven moment een demonstratie van de beveiliging met honden. Daar ik dacht, ja, dit is het. Vet. Dit is het. Ja. Maar ik droeg in die tijd droeg ik op en af een bril. Ja. En toen zeiden ze van, ja, je mag geen bril hebben. Ik dacht, ja, fuck want it. Want je zicht moet natuurlijk perfect zijn dan. Ja. Dus ik dacht van, ja, dan gaan we het gewoon maar gokken. Dus ja. Valsheid in geschrift. Nou, ik kan het wel vertellen, dat is toch verjaard. Oh, kijk. Van, bril dragen, nee. Ja. En dan zou ik zo te kijken, zo van, ik zie het. Ja, X, ja, is goed. Dus ik kwam thuis en dan, ja, ik dacht, misschien met die oogtest zal het wel niet zo goed gaan. Ja, ja. En toen een week later was ik aangenomen. En toen heb ik 10 jaar dag gedaan. Want je bent er wel doorheen gekomen dus. Ja. En ook dus luchtmacht met honden, 10 jaar. Tien jaar. Wauw. En maar wat doet luchtmacht met politie, kan ik me goed voorstellen, maar waarvoor wordt dat? In principe hetzelfde. Wij we bewaken het terrein met hond, zeg maar, s'nachts. Vooral s'nachts is het meestal. Ja. En als er dan calamiteiten zijn, dan word je erop ingezet, zeg maar. En bewaken is dan vooral de kazernes in Nederland? Ja. Maar ga je dan ook op uitzending of is dat niet? Wij stonden toen op het punt om uitgezonden te worden naar, naar Irak. Ja. Maar dat is toen op het laatste moment is het afgeblazen. Ja. En ja, geluk bij een ongeluk niet. Kijk, je kiest ervoor, dus dan moet je erover gaan. Klaar. Ja. Maar dat is toen niet doorgegaan. Maar ik heb gelukkig nooit op uitzending geweest. 10 jaar en calamiteiten, is er dan in Nederland wel eens? Dan moet je denken tot er iemand het hek doorknipt en tot de mensen komen demonstreren. Ja, okay. We hadden toen friek, zeg maar. Momoors heette die, Kees de Koning. Ja. Heette die, ja. Die kwam. Wat deden die dan? Die kwamen gewoon Die kladden alles zeg maar onder. Nou, ja, dat zou een anti-overheid of anti... Juist, anti-andere dingen waren, ja. Dus dat 10 jaar gedaan. En toen werd op een gegeven moment de discipline zo slecht. Ja. En ik ben nog wel vrij ouderwets opgevoed. Werd de discipline zo slecht. Ik dacht van, ja, wat doe ik hier nog? Ja, niet jouw ding. Nee, niet mijn ding. Dat was, want hoe oud was je dan? Dat je ik was 27. En toen was die visserij al... Ja, dat is altijd toch... Die liep er continu langs al. Ja. Okay. Het mooiste zeg maar, was van die tijd... Yeah. Is wij draaiden zeg maar weekenddiensten 12 uur op 12 uur af. En als je nachtdiensten draaide, was je een week daarna vrij. Oké, okay. Gewoon echt volle week. Volle week alle vrij. Tijd. So. Maar daarna hadden we zeg maar het rooster... Daar moest je 4 nachten door de week draaien... Was je daarna weer een week vrij. Yeah. Dus als je 4 nachten vrij schreef, was je 3 weken vrij. Ja, dat is lekker. Ja. Zo. En het mooiste van de overheid, of ja, van het werken voor de overheid, toen de tijd. In de winter visten we toen niet zoveel, omdat je toch nog redelijk goede winters had. Dus ging je hond uitlaten in je vrije week. Dus kreeg je die overuren kreeg je ook weer bij. Dus 4 uur per dag. Ja, want dat waren gewoon werkende uren. Ja. Ja, zo. Dat is wel even... Dus in die tijd heb ik mega veel gevist. Want ik weet nog wel, toen we een jaar hadden, toen we het gewoon 10 weken op cachet zaten. Zo. Ja. Gewoon non-stop.
Nee, gewoon een maand non-stop. Ja, maand non-stop met mijn vrouw. En dan weer terug en aan het werk. En dan had je weer genoeg uren om gewoon weer te gaan. Ja, dat is gewoon bizar. 10 weken op Kaizen. Ja. En welke tijd is dat dan geweest? 2000. Oké, dat is nog voor de veel strengere regelgeving, denk ik. Ja, ja, dus wij zaten er toen, dan mochten je nog ineens... we mochten niet meer met kampvuur of met openbaar vuur mochten we in bezit hebben, zeg maar. Dus wel s'avonds ging je stiekem in de tent koken, ja. Ja, oké, maar het was wel nog... Nachtvissen. Ja, dat was gewoon nog allemaal... Ja. Die strenge regelgeving was er nog niet. Nee, gelukkig niet. Oké, zo. Dus daar heb je ook wel even serieus je ding kunnen doen, zeg maar. Ja, is bizar. Zo. Ja, is gewoon echt bizar. Ja. Kan je nu niet meer voorstellen dat je dan zo'n periode op zo'n plek zou kunnen zitten? Nee, zeker niet. Jammer dus, genoeg niet meer. Met jouw baan helemaal niet meer natuurlijk. Dat, of je moet 10 weken lang een hele dikke film gaan maken. Dat... Nee. Zit er niet meer bij. Nee. En je vertelt dan, hè, jij bent dus door je pa in die vaste stokvisserij getrokken. Weet je nog wanneer dat moment was dat je dan dacht van ja, oké, die vaste stok, leuk en aardig. Maar ik ga nu die karpenvisserij ga ik doen. Weet je nog hoe dat ging? Jawel, in die tijd viste ik echt heel veel wedstrijden. Ik was toch... En niet om mezelf om mijn schouders te kloppen. We checken dit, hè? We gaan het nachtje. Okay. Vrij goed erin. Oké, En fanatiek. Dus ik heb wel redelijk wat prijzen gewonnen. Maar mijn vader ging ook altijd mee. Maar die had altijd een werpengeltje bij. Ja. Op een gegeven moment waren we in Horst. En had hij hem ook bij. En we liepen zo rond. En hij zag wat ik toen nog niet zag. En hij gooit zo die hengel in. En ik zit zo te kijken. En ik jank dat ding er gewoon, weet of van 110 per uur. Dus hij slaat aan, dat is karpen. Dus ik schreeuw zo van, ik wil hem. Ja. En hij zei, nee, die is van mij. Hij verspilt hem. En ik werd zo kwaad werk op hem. Ik denk een jaar of 19. Ja. Ik werd zo kwaad op hem. Wat doe je nou, man? Ik zeg, als je hem aan mij had, kan je nagaan. Had je hem wel binnengehaald? Had ik hem wel binnengehaald, natuurlijk niet. Nog nooit met een werpmolen waarschijnlijk. Nee, nou nooit. En dat was het moment dat van, ja, dat moet ik ook hebben. Ja. Wat ving hij dan aan de oppervlakte of ving hij op de bodem gewoon op? Dat was toen op de bodem, maar hij zag waarschijnlijk wat achteraf. Hij zag gewoon bewegingen in het riet. Ja, dus had hem gewoon, juist. Ja. Maar toen is het, toen was ik echt verslaafd. Ja. Dat is gewoon bizar. En vanaf daar heb je dan meteen gewoon uitrusting op een gegeven moment? Nee, helemaal niet. Wij komen uit een gezin waar mijn vader zeg maar de kostwinner was. Ja. Omdat mijn moeder heel veel thuis bleef voor mijn zus. Dus ja, veel geld hadden wij toen, zeg maar, in die tijd niet. En mijn vader was veel weg voor zijn werk. En dat was gewoon sparen, zeg maar. Ja. Sparen. Ja. En toen kocht ik zo'n recreantenwerpengel. Die zat in zo'n grote lange verpakking. En dan zat er een molentje aan en dan zat er zo'n rood-wit bolletje. En dan had je een werpengel. En dat was het. En we hadden een overstortvijver bij ons. En dat, zeg maar, overstortte tot het regenwater daar werd opgeslagen. Ja. En die zat ramvol met karpen, maar dat wist ik niet. Dus we gingen erheen. Dus ik leg zo dat hengeltje maïs bij. Ik leg zo dat hengeltje zo neer. Ja, in die tijd dacht ik, boeiend. Dus zit zo en ik, tjoen, hengel weg. Ja. Ah, nee, dus net gekregen weer, joh. Oh. Net gekregen. Zo het water in. Ja, weg. Maar dat was gelukkig niet diep. Een meter diep. Dus op een gegeven moment zag je de achterkant van die hengel omhoog steken. De water in, terug. Maar toen was het helemaal af. School interesseerde me helemaal niks. Heb je die vis gevangen? Ja, Ja, dat was een mooi schubje. Ik weet nog ineens 60 centimeter of zo. Ja. Maar toen was het verkocht en voor de rest helemaal niks. Alleen maar vissen. Alleen maar gaan? Zeg. Alleen maar gaan. Dus in die tijd, als je zeg maar het aantal uren, aantal nachten wat je draaide, dat was ook gewoon echt steady? Nou, het is misschien wel juist steady overdreven misschien. Tot asociaal. Tot extreme aan toe. Ja. Heeft het je ook wat gekost in die tijd? Heeft het je, dat je zegt van, joh, ik had liever op reis gaan of ik had liever wat meer aandacht aan school besteed? Ja, achteraf wel school, maar nee, het heeft me niks gekost. Het heeft me juist opgeleverd. Ja. Dat denk ik wel. Dus ook op basis van waar je nu staat in die visserij. Ja. En was voor jou ook een manier om gewoon je kop leeg te maken? Zeg maar? Was het ook een soort van, oké, dit is mijn... Alleen zijn. Ja. Gewoon rust hebben. Rust. Ja. En dat was echt in het begin al... En ja, gewoon het zijn daar, het zijn aan het water en de aanbeet beleven, zeg maar. Gewoon alles eromheen, maar vooral, rust. En viste je in die tijd, ik weet nog wel dat ik gewoon met korfjes viste, kant-klaar onderlijn mais of wormen of maden en dan viste ik alleen maar op mijn top. En dat vond ik ook gewoon prachtig. Ik kon gewoon urenlang alleen maar naar die top kijken en dan... Ja. Zeg maar, ik wist ook wel, oké, brasem is maar als het dan, als die, dan Ja, precies, hetzelfde. Zo heb ik het ook beleefd.
Maar op die overstort was op een gegeven moment was het. Ik kreeg het allemaal door. Dan deed je het sap van de blik zoete mais deed onder het kantje. Op een gegeven moment, als je stil was, kwamen die kapers gewoon onder het kantje. Dus legde je gewoon die engel zo neer. Ja. En dan wat je zegt, zo was gewoon een voren of een braas. Ja. Maar als bam, als klappen, die, was, klappen was, was het gewoon kapen. Ja. Dus ja, dat was wel. Ja, zo beleefde ik het. Maar puur echt voor de rust. Ja, gewoon rust. Ik weet niet. Lekker, man. En begon je toen ook al met nachtvissen direct? Of was het veel later gekomen? Mocht niet van mijn moeder. Ja? En die vond het onzin. Ja, mijn moeder haatte vissen. Of 16, 17 was zo? Wat, ja, zoiets. Ja, 16. Toen mocht je eerst de nacht gaan draaien. Ja, mijn moeder haatte vissen. Maar ik snapte wel. Mijn vader was altijd weg. Dat was, of haatte is groot woord. Maar ze vond het niks. Toen ben ik de eerste keer gegaan. Ik kreeg een oude strandstretcher mee van mijn moeder. Ja. Maar ik kreeg ook gelijk een rol folie mee. Omdat die stretcher niet vies mocht worden. Dus ze moest allemaal je moest hem inreppen. Ja. Je hebt echt op zo'n gerepte voor. Ja. Mooi zo. En zweet hij op dat ding waarschijnlijk ook niet. Oh, als dat midden in de zomer is. Ja. Ja, en dat was de eerste keer. En dan hadden we piepers gekocht. Ja, die waren niet waterdicht. Maar wel piepers al. Ja. Nee, want ik wist eerst met die belletjes die op je top schroefden, zeg maar. En dan, als je geluk had, hoorde je ze wel 's nachts. Ja. En wij sliepen er gewoon achter. Ik sliep ook gewoon op een stoel dan, op een campingstoel. Gewoon, begin. Echt de allereerste keer heb ik gewoon op de grond geslapen, ja. Ja, gewoon, ja. Dat heb ik ook nog wel eens een paar keer gedaan. Mooie tijden. Is wat anders als je dan nu, zeg maar, je stretcher met memory foam, 3D sleeping system, 5 season, alles erop en eraan. Ik zou niet meer terug willen. Nee, dat is een stuk luxe. Hey, en je vertelde, je gaat dan op een gegeven moment, ga je uit de luchtmacht. Je neemt de beslissing van de discipline is dan te laag voor mij. Ik wil een volgende stap gaan maken. En toen, wat ging je doen? Waar ben je? Toen ben ik een jaar in de standbouw gegaan. Ja, beurzen, gewoon bikkelen. Zo. Bikkelen, ja. Dat is wel even beesten is dat, hè? Overuren tikken, ja. Ja. Ja, dat was wel gaaf. Ja, dat was wel gaaf. Maar je bent ja. ook handig dus. Ja, niet, je kan wel wat. Ik ken wel wat, maar het is niet hoe je zegt tegen mij van. Ja, schilderen ken ik goed en heel zo. Maar ik ken wel een kastje in elkaar maken, maar dan heb je een. Ja, alleen bakkenkwaliteit, om het zo maar te zeggen. Oké, maar standbouw is wel gewoon echt monteren, demonteren, schilderen. Alles, Maar ook internationaal dan waarschijnlijk. Dat Ja. In Genève geweest met die auto. Oh ja, salon. Ja, tof. Ja, dat was wel gaaf. Maar, jaartje en. Ja, op een gegeven moment. Op een gegeven moment kreeg ik mijn overuren niet betaald. We waren hier in Utrecht, de jaarbeurs. En we zitten zo. En je moest het echt hebben van je overuren. Ja, ja. En op een gegeven moment, en dat was al maanden zo. En op een gegeven moment zitten we zo in een restaurant bij Van der Valk, volgens mij. En ik zei, zo krijgen we nog overuren. Ja. Ja, hoe bedoel je? Ik zeg, ja, ik heb al 3 maanden geen overuren gehad. Ja. Ja, nee, het gaat niet zo goed. Ik zeg, ja, maar ik heb het een paar keer gezet. Ja, nee, ik zeg, ja, breng me dan maar naar huis. Dan stop ik. Dat is stomste wat ik ooit gedaan heb natuurlijk. Om zelf ontslag te nemen. Maar dat, zo was ik in die tijd. Impulsief wat in me opkom. Dat deed ik. Daar ging je voor. Ja, dat heb ik 8 maanden gedaan. Volgens mij. En toen ben ik. Ja, ben ik mezelf verplicht natuurlijk om werk te gaan zoeken. Ja, want je had een uitkering. En toen ben ik bij Scheidegger gaan werken. Scheidegger, help me studies. Even. Studies. Wat heb je daar gedaan dan? Oh, dit is wel heel slecht als dit allemaal online komt, jongens. Ik ben studieadviseur. Ja? Dus met mijn, mijn LTS-achtergrond. Heb je geadviseerd waar mensen. Nou ja, maar goed, als jij met je levenservaring bepaalde kennis hebt, is dat. Ja, dus heb ik dat een jaar gedaan. Maar op een gegeven moment zeiden ze van. Je krijgt regio Zuid. Maar op een gegeven moment zat ik in Groningen 's ochtends. Ja. En 's avonds zat ik in Maastricht. Ja, lekker. Ja. En toen zei ik van, ja, dat gaat niet goed. Toen werd ik ook weer in Utrecht volgens mij. Toen had er een klant afgebeld. En ik dacht, doe even mijn ogen dicht. En toen werd ik wakker en helemaal misselijk. En toen, daar werkte hij echt 16 tot 18 uur per dag. Alleen maar knallen. Ja. Vrienden keigoed, maar toen werd ik wakker. Ik dacht, nee, dit gaan we ook niet meer doen. Nee. Dat is niet goed voor de. Want was Kevin toen net geboren? Ja, volgens mij was Kevin net toen geboren. Ja, dat is een jaar of 15 geleden. Ja, en toen dacht ik van, nee. En toen kwam die Engelsport. En toen zijn we, toen ben ik bij Solar gaan werken. Ik was toen al in 1997 was ik al benaderd door als fieldtester, gesponsorde visser. Dus ben ik vanaf 97 zat ik al bij Solar onder de vleugels. Maar kwam je toen al in de picture doordat je schreef in magazines of hoe? Nee, gewoon geluk, man. Oké, okay, via gewoon geluk. Ik was op een putje vissen in Noord-Frankrijk. Daar kwam ik een Engelsman tegen. Yeah. En die kon weer een goede vriend van Martin Lok doen en die hebben me toen aangegaan. Oké. Okay. Want qua media was je toen helemaal niet actief. Nee, je viste wel gewoon volle bak, maar niet. Volle bak, ja. Okay. Gewoon echt bijna fulltime, bij wijze van spreken. Zeker in de tijd van de luchtmacht. Maar nee, hoe heet dat? Gewoon geluk.
En Solar, was dat meteen fulltime job ook echt? Nee, gewoon gesponsor. En toen ben ik naar Scheidekke, zeg maar. Ja. Toen vroeg Lokkie aan mij van, want volgens mij, ik weet niet hoe heet dat bedrijf. Die zaten, die twee broers, die kennen ze in ieder geval niet meer. Die hadden toen een hele grote winkelketen. Ja, in Nederland? Ja, Leo heette die volgens mij. Ja, ja, ik weet welke je bedoelt. Karpskabin. Waddingsveen in de buurt daar. Ja, Karpskabin, ja. Ja, ja. Nou, die stopte er toen mee. En toen vroeg Martin of ik dat wilde gaan doen. Ja. En achteraf is gewoon de grootste fout van mijn leven geweest. Om daar gelijk in te stappen. Ik heb totaal niks qua verkoop, wel bij Scheidekke. Maar niks in die hengelsportbranche gedaan. Maar of je wat wilde gaan doen? Of je... Verkoop van de Benelux. Ja, ik heb gewoon dus de binnen... De buitendiensten ja, eigenlijk. Ja. Oké, okay, ja. Totaal nul ervaring in. Ja. Maar ik dacht van, hoe heet dat? Hij is ook altijd goed voor mij geweest. Ja, dan zou ik hem ook maar uit de brand helpen, ja, om het zo maar te zien. Maar ik had het in principe achteraf niet moeten doen. Maar achteraf is dat makkelijk praten natuurlijk. Want ik had de ballen de verstand van, man. Ja, ja, dat is natuurlijk wel even wat anders als je vanuit zo'n business komt en dan opeens orders moet gaan schrijven, verkopen, dat begrijp ik. Ja. Oké, okay, dus dat was je solo-avontuur. En vanuit daar, je hebt inmiddels best wel een recordje gehad, zeg maar, qua firma's waarvoor je werkzaam bent geweest. Toen ben ik, heb ik bij Solar gewerkt. En heb ik een jaar heb ik volgens mij ook ergens gewerkt, weet nog niet eens meer. En toen kwam ProLine op het pad, zeg maar. Toen ben je gestart bij, Ja, in de tijd dat ik bij Solar werkte, bracht ik ook wel af en toe, bestellingen weg voor ProLine, zeg maar. Dus op een gegeven moment ben ik gestopt bij Solar en een jaar niks gedaan. En toen vroeg Koos mij toen mee om bij hun te komen werken. En daar heb ik 10 jaar gedaan. En daar ben je eigenlijk vooral... heb je zelf ontwikkeld naar veel meer dus de foto en de visual kant van het vak, toch? Klopt, ja. Dus echt het grafische... Klopt. Het grafische gedeelte. Het eerste anderhalf jaar was het gewoon puur gewoon in de productie. Ja. En daarna in de wintermaanden, ze wilden een catalogus hebben. Ja. Ik zei van, ken je dat? Ze zei, we kunnen het gewoon proberen met behulp van YouTube. Maar had je wel al wat grafische... Self-made. Een vriend van mij, die kon wel een beetje InDesign, een beetje Illustrator en Photoshop. Dus daar heb ik heel veel van opgestoken. Maar ze gewoon self-made. Ja, strak man. Dus daar heb je eigenlijk die skills allemaal vanaf nul aan. Ja, vroeger deed ik wel video's monteren al thuis voor de tv. Maar er waren VHS-banden en video 8-banden. Dus daar was ik altijd wel altijd mee bezig. Maar toen de digitale wereld, daar ging dat natuurlijk wel... Ging hard. Dat ging heel hard. Hey, je hebt daar dus 10 jaar heb je uiteindelijk bij ProLine gewerkt. Ja. En vanuit ProLine heb je de stap naar Nash gemaakt, volgens mij, hè? Heb je daar nog een tussen... Daar zat nog een tussenstap in. Ik ben toen eruit gegaan. Ja. En toen heb ik gesolliciteerd op een baan. Ik dacht van, die krijg ik nooit. Ja. Maar je hebt nog een avontuur gehad, toch? Een wild tussenavontuur. Ja, ja. Nee, wild is er niet. Maar ik heb toen bij MSD, die maken droogvriesvaccins voor huisdieren. Ja. Ik dacht van, dan krijg ik nooit die baan. Maar dat betaalde wel redelijk goed en je had veel vrije tijd. Dus je werkte 4 dagen, 2 dagen, vrij 4 dagen. Dus ik dacht, kan ik mooi met mijn hobby combineren. Ja. Ik dacht, krijg ik nooit. Op een gegeven moment krijg ik een telefoontje. Ja, kan je op gesprek komen? Want het was een mbo-hbo op vacature. Dus ik kwam daar, Gerard die voor me, en hij zegt, LTS, waarom solliciteer je dan? Ja. Dus ik leg het allemaal zo uit. Hij zegt, jij bent een man, je kan gelijk bij mij komen werken. Ja, zo is het zo gegaan. Dus heb ik dat gedaan. En toen was ik op Zwolle aan het filmen voor de WCM. Ja. En Geert Oom stond tegenover die stand. En hij zei van, ben jij nog beschikbaar in de Kaperwild? Ik zeg, op dit moment heb ik niks. Hij zegt, zou het niks zijn om bij Nash te komen vissen? Ja. Ik zei, dat zal een hele eer zijn. Hij zegt, we zijn nog op zoek naar een betaalwaterspecialist. Hij zegt, ik zal het even met Mark Balsaar erover hebben. En dan zal hij jou wel binnenkort bellen. Dus de beurs is voorbij gegaan. En dinsdagochtend belde Mark Balsaar mij op, met een vriendelijk verzoek. Of je dat wat vond. Ja, ja. Cool man. En daar is eigenlijk het verhaal begonnen, maar nog niet direct als fulltime werknemer, toch? Nee, dus, nee. Ik werkte toen nog bij MSD, maar wel via een uitzendbureau. Op een gegeven moment kwam er een vacature vrij om vast. Maar op dat moment belde Colin mij ook gelijk op van Nash. Van, wil je niet voor ons komen werken? Ja. Maar ik had al 10 jaar achter de rug van, moet ik weer dan de Engels voor branche? Ja. En soms denk je van, is dit het wel? Dus ik zeg, weet je wat? Ik heb nog een sollicitatie lopen. Ik kom er nog wel op terug. Ja. Nou, de sollicitatie... Het liep op niks uit, omdat er meerdere graden waren. Dus was de keuze heel makkelijk. Dus ik heb met mijn vrouw over gehad van,
is dat niks voor ons. Ja. Maar wel in de gedachte van hoe de hengelsportwereld er toen uitzag. Mm-hmm. Ik kende zeg maar alleen maar ProLine, ik kende Solar, zeg maar. Ja. Maar dat waren redelijk kleine ondernemingen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus mijn gedachte was dat ook van bij Nash, dat zal wel een kleine onderneming zijn. En zeg ze, ja, doe maar gewoon wat je hartje zegt. Dus dat toen ben je gegaan. Ja. Dus ik belde Colin op. Ik zeg van, ja, dat is prima. Ja, dat is goed. En toen is dat balletje heel snel gaan rollen. Ja. Ja, dus binnen een dag is dat geregeld toen. Want als je kijkt naar, hè, ik denk dat veel kijkers, luisteraars dat helemaal niet weten, maar een organisatie als Nash, als je kijkt hoeveel man daar in dienst is, waar hebben we het dan over, Europees gezien? Dat is inmiddels best wel serieus, toch? Dat is heel serieus. Ik ben toen naar Engeland gegaan met de gedachte, oh, dus dit heb je de farm. Ja, ja. En dat zal het wel zijn. Ja. Toen zijn we naar het warehouse gegaan. Ja. Ja. En toen Giga, hè? Giga. En in weer Europees denk ik nou dat we er rond, volgens mij tussen de 150 en 175 werknemers zijn. Ja, het is gewoon echt serieus bedrijf. Dus dat had ik niet verwacht, Jos, weet je wel. En toen dacht ik van, ja, nou, hier zit je gewoon goed. Ja, zo heb je die keuze gemaakt om echt te starten. Ja. Is misschien wel leuk als luisteraars, kijkers wat meer daarover willen weten. Mark en Michiel zijn naar de UK gegaan. Pilar Hofman in de UK heet hij volgens mij, staat op de community. Daar zie je ook volgens mij de wateren, de warehouse. Dus dan heb je een beetje een beeld bij wat zo'n bedrijf doet. En je hebt eigenlijk vanaf dat moment dus als werkplaats gewoon Nederland gehad. Want Nash heeft geen kantoor in Nederland, hè? Nee. En vanuit hier pak je eigenlijk al je videoclussen op, toch? Ja. Dus je bent gewoon een vliegende kiep en je bent waar je moet zijn om te produceren. Ja. En je werkt dan vanuit huis, denk ik. Gewoon vanuit thuis. Als er geëdit moet worden. Als geëdit, als er geëdit moet worden. Er moet zeker geëdit worden, toch? Ja. Want als je kijkt, hoe ziet een werkweek voor jou eruit? Wat is dat als gemiddeld? Als ik zeg maar gewoon thuis ben aan het editen, dan is het gewoon vanaf 's morgens 8 uur tot 's avonds dat ik geen zin meer heb. Ja, maar gewoon echt editen. En alleen editen, maar editen is gewoon editen. Ruw materiaal uitzoeken, knippen, plakken, muziek, effecten. Ja. 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 Dat zijn wel de lange en de minst leuke dagen van het vak. En zeker als je grote projecten aan het doen bent. Ik ben nu bezig met de roadtrip van Mark. Mark Lassara, die had vorig jaar een roadtrip gedaan door België. Ja, dan ben je bij wijze van spreken halverwege en je hebt het beeldmateriaal zo vaak gezien. Ja. Op een gegeven moment komt het je neus uit. Ja, dat snap ik. Want hoeveel ruw materiaal ben je dan aan het filteren? Van Mark, dat was toen bijna een terabyte. Ja, oké, dat is serieus. Dus 1000 gigabyte ruw filmmateriaal waar je doorheen moet om te knippen, plakken, te monteren. Ja. Ik denk dat, is het bij jou ook zo? Wij zeggen eigenlijk hier intern altijd 1 minuut goede film is ongeveer 1 uur edit, uitzoek, fine-tunen. Ja. Dus dan heb je een idee hoeveel werkuren er zitten in de gemiddelde. Ja, ik heb nu Zuid-Afrika, die is klaar. En die is 2 uur en 15 minuten geworden. Zo. En daar heb ik op en af, want tussendoor ben ik dan ook nog eens filmen, 5 maanden. Gewoon wat je daar aan het knutselen bent. Ja. Zo, bizar. Ja, zo'n werk wat daarachter zit. Hey, en vis je dan zelf ook voor de camera voor je producties? Ik zie wel eens wat voorbij komen, of ben je toch meer achter de schermen te vinden? Liefst achter de schermen, ja. Dat vind je ook fijner? Of? Ik vind het fijn, ja. We weten wie interesseert zich in Mark Tetro, bij wijze van spreken. Nu denkt er anders over, maar toen in die tijd dacht ik, wat heb ik te bieden? Nou ja, reet te veel viskennis en viservaring. Ja, maar zo denk ik dan niet. Ik heb liever tot een Mark Pansaar of wie dan ook van ons team zijn eigen meer prevaleert naar voren toe dan ik dat moet doen. Ja. Ik ben in principe maar de cameraman, zo denk ik. Ja. Dus ik cijfer mij eigen wel graag weg. Ja. Cool man. Het is wel, denk ik, voor veel kijkers inderdaad bijzonder dat je dan voor zo'n firma als Nash zo'n fulltime job hebt. Ik denk dat er maar weinigen zijn in Nederlands sport die zo'n fulltime job hebben of zo. Ik denk Corda, Fox misschien. Ja. Het is heel arrogant wat ik nu ga zeggen. Bij ons zitten er een paar. Ja. Bijvoorbeeld, achter de camera's, die doen dit ook. Nee, maar ik denk dat er heel weinig zitten die inderdaad dat doen, dat kunnen. Tof man. Ja, dat klopt. Hey, we gaan de switch maken naar je visserij. Want dat is wel echt een van de dingen die we natuurlijk tot in detail willen gaan uitpluizen. Misschien is het goed om even een splitsing te maken tussen waar je aan het werk bent, je visserij. Die kunnen we misschien iets meer buiten beschouwing laten en meer echt focus op je eigen visserij. Want eerste vraag is heel logisch. Is die er nog echt, zeg maar? Is er nog een niet gefilmde, low profile eigen visserij, zeg maar, op dit moment? Wintervissen. Wintervissen. Puur wintervissen. En dat wordt nou ook wel gefilmd. Maar wintervissen is mijn tijd, zeg maar. Dat is wel echt je eigen ding. Eigen ding. Dan wil ik ook
Ja. In principe, en dat klinkt misschien heel erg, maar wil ik ook niet zoveel met de mensen om me heen te maken hebben in het team. Ja, het is gewoon je eigen, maar dan ga je ook zelf echt om te vissen. Ja. En niet om content te schieten, niet om, Nee. Ik ben in principe altijd altijd bereid om zeg maar vanaf maart tot zeg maar november voor de mannen klaar te staan, dag en nacht. Ja. Dus zeg maar als ze zeg maar een 20 kilo vis hebben gevangen, dan gaan ze me bellen, dan ga ik erin. Maar dan, wintervis is mijn visserij. Dat is echt je eigen ding. Ja. Oké. En als je dan deze periode pakt, we zitten nu als we het opnemen natuurlijk begin augustus. Je kwam binnen en zei, joh, het zichtvissen heb ik net weer gedaan. Daar gaan we zo ook over spreken nog. Maar is dat er nog? Pak je nog sessies gewoon nu echt eigen visserij? Niet veel. Niet veel. Nou. Gewoon super, want geen tijd. En geen zin. Ook geen zin? Nee, okay, ja, wow. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik had het net met Robin ook over. Ik zeg, ik krijg steeds meer een, geen hekel, maar ik vind het juli, augustus, die maanden, vind ik gewoon veel te warm. En er wordt niet veel gevangen, te druk. Ja. Te druk. Ja. En, ja nee, het spreekt me niet meer zoveel aan. Komt dat denk je ook doordat je zoveel in die hengelsport bezig bent? Dat 100%. Want ik heb dat namelijk ook, ik heb daar ook mega veel respect dat Mark en Michiel dat en Bulters en de jongens hier op kantoor wel elke keer weten op te brengen. Dat ze dan, als je de hele week ermee bezig bent, direct of indirect, dat dan, ik vind het dan ook moeilijker om die pure motivatie weer uit jezelf te halen en te gaan. Misschien ook dat je andere prio's hebt, family, andere hobby's, et cetera. Maar ik kan me dat goed voorstellen dat jij dat ook zo ziet. En als je nu het hebt over die wintervisserij, hè, wat trekt jou daarin? Wat vind je daar mooi in? Zeg maar, ik denk dan van ja, koukleunen, bikkelen voor een paar vissen als je geluk hebt. Wat vind je daar mooi in? En hoe weet je dat tot een succes te brengen? Eerste plaats rust. Ja? Ja, is er voor mijn rust, man. Ja, ja. Het is heel het jaar is het gewoon hectisch. Ja. Zoveel mensen om je heen. En je stelt je eigen altijd beschikbaar voor anderen. Ja. En als dan zeg maar de winter komt en november, december, en je merkt gewoon die rust. Dat is gewoon echt een ontlading voor mij. En dan in combinatie met de prachtige winters die we voortaan hebben. Ja. Hè, mooie stormen, zuidwesten. We hebben totaal geen echte harde winters meer. Nee. Dus je kan heel het jaar gewoon doorvissen. Plus de wateren, zeg maar, uitkiezen waar je echt een goede kans hebt. Want wat zijn dat voor wateren voor jou? Betaalwater. Ik zit nu op een betaalwater. Creed Lakes. Dat is een complex. Ja. 5 meren. En dat is gewoon mega. En wat zijn dan de aspecten waar je op let? Ja, hoge bezetting vis. Oké. Snap ik. Nee, er moet wel. Ja, hoge bezetting, dat wel. Maar er moet wel enigszins een uitdaging daar nog in zijn. Dat wel. Wat vind je een uitdaging? Is dat een bepaald type vis of een bepaald gewicht? Nee, je hebt daar zeg maar 5. Op dat complex. Je hebt zeg maar 5 wateren. Ja. En Lake 2, en als je dat dan terugkijkt in de video's ook, dat zie je tot mijn voorkeur naar dat water uitgaan, omdat het toch wel vrij wierrijk is. Dus je moet is wel het Engels of Frans complex? Het is Frans. Frans complex, dus okay. 4,5 uur vanaf hier rijden, dus nog vrij dichtbij. Yeah. Dus daar moet je wel, je moet zorgen dat schone plekken zoeken, blauw enzovoort. Dus dat heeft nog wel een beetje een uitdaging. Yeah. En je vangt gewoon mega grote vissen. Gewoon serieus, oké. En ja, dat, serieus. En als je zegt, hè, is dat een hele actieve visserij? Hop jij dan van meer naar meer, van stek naar stek? Of hoe vlieg je dat aan? Als ik niet op de vis zit, ja, dan is het gewoon binnen 48 uur pleiten. Ja. Dan ga ik gewoon naar een ander water daar. Ja. Je koopt een winterticket en je kan al die 5 wateren kan je gewoon bevissen. En die stekken boek je niet, je kan gewoon hoppen als ze vrij zijn? Ja, dat is relaxed. En ja, het is nu denk ik misschien leuk als we zo meteen iets inzoomen op het zichtvissen voor deze periode. Maar ik denk wel dat het tof is om wat van die wintertips te bespreken. Je hebt ook een aantal video's daarover gemaakt. Ja, hè? Die kunnen we ook wel laten zien, jongens. Met een paar shots van welke video's dat zijn geweest, als je daar meer over wil weten. Wat denk je dat echt een sleutel tot succes is in die wintervisserij voor jou? Zeg maar? Je moet die vis vinden, oké? Dat gaat op zich, dat gaat op apparatuur. Drone. Ja, echt gewoon, oké. Okay. Drone is jouw ding om die vis te vinden. Zeker. Er zijn bepaalde wateren. En dat zie je ook in die video's dat op een gegeven moment de vissen vinden. Ja. En als je ze gevonden hebt, dan is het is geen hocus pocus. Dan vang je ze. Het is gewoon locatie is het wat dat betreft. Locatie is gewoon het belangrijkste. En praten met de B-lift, zeg maar, daar, zeg maar. De jongens die continu op dat terrein zijn. Ja. Die zeggen van, oké, je moet daar bij wijze van spreken 23 reps. Ja, ja. En daar vang je ze. Achter het wie, luister naar die mannen en dan vang je ze gewoon. Dat stelt niet zoveel. Het is vaak zo dat heb ik ook wel eens gehoord, dat die gasten dan denken van ja, die B-lifts, die weten niet, et cetera. Tuurlijk, je moet kritisch zijn, maar
heel vaak hebben ze gewoon de beste intenties met jou voor. Want als jij vis vangt, kom je terug. Als je vis vangt, ben je tevreden. En dan denk ik ook, ja, die gasten zien wekenlang wat er daar gebeurt. Ja, dan is het tenminste de moeite waard om één hengel op die manier te positioneren. Juist. Om gewoon te kijken wat die gasten vinden. Dat vind ik ook. Hey, en je zegt natuurlijk die drone. We hebben daar ook vaak over geschreven, ook video's over gemaakt. Maar niet iedereen is natuurlijk in bezit van een drone of in staat om zo'n budget te reserveren voor zo'n ding wat niet direct ervoor zorgt dat je meer vis. Ja, jij zal waarschijnlijk zeggen wel, tuurlijk. Maar dat stukje investeert misschien de gemiddelde visser liever in een goede set hengels of aas. Omdat simpelweg het niet mogelijk is. Maar hoe zou je normaal gesproken op de oldschool manier die vis zoeken? Kijken, gewoon kijken. Gewoon echt observeren. Gewoon rondjes. Echt observeren, ja. Rondjes lopen. Gewoon op de ouderwetse manier gewoon observeren. En nogmaals, luisteren. Van, kijk, je komt op zo'n complex aan waar al jaren wordt winter gevist. Ja. Dus als je gewoon luistert naar die belifts nogmaals, zeg van die kan je een hoop informatie heel uithalen. Heel veel informatie. Ja. Gewoon luisteren en niet denken van, oké, ik vis al 20, 30, 40, 50, 60, 80 jaar op kapen. Ja. Je kan iedere dag nog leren. En ik denk dat heel veel mensen denken van, oh, ik heb nou al 31 kilo vis gevangen en ik kan vissen. Nee, zo werkt dat niet. Ik leer ook nog iedere dag. Ja. Dus gewoon continu luisteren, kijken, vooral kijken. Ja, vooral gewoon kijken, observeren. Ja. Maar dan kijk jij naar of je ergens een keer een vis ziet draaien, een keer wat ziet bewegen. Vogels, meerkoeten. Ja, waar meerkoeten. Die hangen. Ja, okay. dat zijn gewoon levende makers, om het zo maar te zeggen. Ja. En die omgeving van waar zeg maar het gevogelte is, dat is altijd vis. Altijd. En dan kijk je naar ook lichtintensiteit, denk ik. Het zonnetje hou je in de gaten. Luwe windkanten of zo. Vind ik de grootste onzin die er is. Oké, waarom dat? Omdat misschien een keiharde uitspraak, maar ik ben dan... Graag. 2 jaar geleden was het ook op Bleek 2 en we hadden echt mega oostenwind. Ja. En dan denkt iedereen, ja, je moet in de rug en de luwte gaan vissen. Ja. Dus ik gooi die drone naar boven. Ik vlieg naar de luwte, dat doe je als eerste. Ja, om te kijken? Niks. Nada. Ja. Ik ga naar de andere kant van het water en dat was echt windkracht 4, 5 en echt koud. Heel de populatie. Dus zeg maar. Op de windkant? Op de windkant. Oké. Okay. Dus het is natuurlijk ook geen wet van mede en perser, maar je zou inderdaad, mijn gevoel zou ook eerder zijn van oké, ik zou in die rustige hoek zou ik starten. Ja. Maar dat, En dat is niet alleen de enige voordeel. Ik ben toen met Ellen op de Kaaphoeven geweest. En dan heb je Tennis Lake. Yeah. Heb je daar. En dan heb je echt één stuk waar er komt geen licht. Er komt geen wind. Er komt helemaal niks. Het is altijd het koudste punt van het water. Yeah. En Ellen ook. Die ging ook gewoon, zeg maar, gewoon het rietkantje af. Je weet zelf hoe het daar zit. Niks. En hij gaat naar dat. En alles opgepakt. Ligt daar. Opgepakt bij elkaar. Ja. Maar dan is het voor die wintervisserij dus gewoon rete belangrijk dat je die holding area, noemt iedereen natuurlijk het, vindt, waar die vis gewoon ligt. Ja. En dan zeg je, dan verleid je ze met, heb je daar een bepaalde aanpak dat je zegt van joh, ik vis heel subtiel, heel klein. Ik vis, en dan kom ik dan weer terug op de Great Lakes verhaal, omdat ik daar heel veel wintervis. Heel het jaar mag je daar alleen maar met bolies vissen. Dus kijk naar jezelf, iedere dag spinazie is ook niet lekker. Ja. En dus ben ik gaan nadenken. Van hoe kan ik het beste die vissen naar mijn stek toe krijgen? En dan ben ik gewoon gegeven met allemaal bolies gaan crushen, zeg maar. Ja. En dan heet water eroverheen en siroop. Door gewoon alleen maar een visuele en een smaak aantrekkingskracht. Krijg in plaats van allemaal hele bolies. En dat heb ik toen gedaan en dat was gelijk. Maar vis je dan haka's wel een heleboel? 12 millimeter. Klein, echt subtiel. Echt klein, 12 millimeter pop-up. En dan heb je haakmaatje... Je moet wel 4, ja. Okay. Want het is zeg maar, wat ik dan probeer te bereiken, zeg maar met die rig die ik heb, is gewoon een wafte effect, maar wel zo klein mogelijk haakaas gebruiken. Omdat iedereen met 15, 20... Je wil daarmee een verschil in aaspresentatie maken. Maar ik zou dan, als ik het zo voor me zie, 12 mm met haakmaat 4, zou ik voor mijn gevoel heel lomp vinden of zo. Ja, maar die 12 mm die... Ja, die waft zeg maar boven je haak, dus het valt en nog die haak ligt gewoon plat. Ja. Okay. Ja. En pak je dan haakmaat 4, omdat je gewoon echt veel vlees wil pakken en nodig hebt? Ja. Je zou niet kleiner kunnen vissen, denk je? Nee, zeker daar niet, omdat er redelijk wat wier staat. Ja, dat is dan jouw ervaring. Wil je ook daar extra... is het nodig om op dat water ook flink kracht te kunnen zetten dat je een haakmaat 4 wil hebben? Dat je ook echt wel of weinig obstakels, weinig... Je moet wel een goede... Ik heb wel altijd zoiets van hoe groter de haak, hoe meer vlees die heeft. Ja. Meer kan pakken. Ja. En op dat water staat veel wier, dus je moet die vissen door het wier heen halen.
Dus er staat wel redelijk je wel wat druk wel wat power op. Zetten. Ja. 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 Ja, snap ik. Oké, okay. Hey, wintervisserij wil ik je vragen om nog een keer richting najaar aan te schuiven. Om dan echt eens een keer, denk als we november, december pakken, dat we dan eens vooruitblikken op die wintervisserij. Ja. Dat daar ook heel veel gasten misschien tips uit kunnen halen hoe zij een wintervisserij aanpakken. We zitten nu natuurlijk, wat ik al zei, begin augustus. En jij zegt al van de visserij die je nu met name doet is contentproductie. Maar het zichtvissen vind ik toch wel heel interessant om daar ook nog even kort naartoe te gaan. Je hebt natuurlijk de video gemaakt samen met Michiel op KWO, waarin je dus echt veel meer uitlegt over die beleving. Mm-hmm. Maar ik ben wel eens benieuwd naar het, je hebt daar al een en ander over uitgelegd hoor, maar naar het ontstaan van die manier van vissen in jouw visserij, zeg maar. Want op een gegeven moment heb je gewoon het vertrouwen gehad. Je hebt een Engelse maat gezien, hè, op een water ergens een keer, 97 vertelde je. En dat is het startpunt geweest voor jou om ook die visserij eigenlijk gewoon een soort van standaard in je mogelijkheden mee te pakken. Ja, ja. Zo. En dat is een puur, ik zei er net tegen Robin ook al van, ik merk gewoon dat ik door de laatste jaren steeds meer tegen het bolievisserij, je gooit in en je gaat zitten. Maar je vindt het te statisch dan of zo? Ja, okay. Misschien verveling, misschien beter. Vroeger vond ik het allemaal niet zo erg, door die Engels liggen en ik weet wel wat ik doe en dan komt het allemaal wel goed. Maar in door al die jaren heen, hoeveel tijd je verspilt qua bodemvisserij, terwijl je ziet dat die vissen daar en daar springen tot ze op de toplaag zwemmen of op de bovenlaag zwemmen. Dan denk ik van je verspilt zoveel tijd met niks te doen. Efficiënte vistijd waarop je meer kans op het haken zou hebben. Ja. Dus daar heb die jongen, die Engelsman hebben toen daarin geholpen, maar dat was toen meer eerst op met drijvend vis, met die overdep 6. Op een gegeven moment ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen. Steeds meer video's gaan kijken ervan op wat er beschikbaar was. Op een gegeven moment had ik het onder de knie en dat heb me zoveel vissen, zoveel extra vissen opgegeven, zo bizar. En is het dan dat je die visserij eigenlijk altijd toepast naast de bodemvisserij? Of? Ja. Oké, okay. Dus maar ook tegelijkertijd in sessies? Is het altijd dat je een extra hengel hebt of vis je ook gerust 2 of 3 hengels op de zicht? Als je zicht vist, dan moet je gewoon volle overgave erop gaan. Dus niet met 1 hengel. Full focus. Gewoon 3 hengels. Dus een goed voorbeeld is een water in Noord-Frankrijk. Daar heb ik jaren alleen maar ziks gevist. Ja. Yeah. Niks. En als je nu terug gaat naar dat water, vang je ze gewoon. Maar omdat ze het gewoon geaccepteerd hebben dan denk op een gegeven moment. Ik weet het anders ook. Ook een stukje conditionering. Maar ik denk het wel, in de positieve zin. Dat ze op een gegeven moment... Is het nou zik of is het zich? Ik zeg altijd zich, maar... Ja, ik weet zik is het Engelse misschien. Ja, zik fishing. Zik fishing. Oké, zich gewoon lekker Nederlands vind ik ook mooi. Maar doe jij zik? Helemaal goed. En je zegt full focus, hè? Dus dat betekent eigenlijk dat jij al met dat plan naar die waterkant toe gaat. Je uitrusting is erop afgestemd. Ja. Compact, klein waarschijnlijk, makkelijk. Want je verplaatst veel, toch, in die visserij. Mm. Je verkast. Nee, het hoeft niet, in principe hoef je niet te veel te verkassen. Je kan het gewoon statisch doen. En dan het enige wat je doet, is de vissen gaan zoeken in de waterlagen. Ja, ook weer. Dat doe je. 9 van 10 keer dan? Of? Altijd, ja. Dus altijd vliegen om te kijken waar je die vissen vindt. Ja. En op een gegeven moment heb je ze gevonden. En door de jaren heen weet je wel het startpunt waar je moet beginnen. En 9 van de 10 keer klopt dat ook wel. Een startpunt, daar bedoel je mee dus de hoogteafstelling van je zik. Van je zik. En dat is meestal wat mijn ervaring op diep water is. Dat meestal 2 meter onder de wateroppervlakte daar beginnen. En dan langzaam naar beneden werken. Ja, oké. Okay. En als je dan even gewoon, want ik beheers die visserij helemaal niet. Als jij die vis gevonden hebt, is je eerste stap waarschijnlijk het uitpeilen van de diepte waar ze hangen. Of dat weet je 9 van 10 keer misschien van het water waar je vist. Ja, met dank weet dat aan de diepe. Die geeft dat precies. Die gebruik je daar veel voor. Ja, dat is wel, een versnelling in je proces. Ja. Ja. Want eerst was het, zeg maar, als je op water met 3 hengels mag vissen, dan is het eerst 3 verschillende dieptes zoeken. Ja. Dan geef je met, nogmaals, vang je onder 2 meter wateroppervlakte. Mm-hmm. Dan stel je ze daarop af. Maar dat is door de jaren heen, weet je dat. Maar in het begin van de jaren was het echt zoeken. Zoeken, ja. En gewoon echt prutsen. Maar nu gebruik jij dus die dieper om gewoon de diepte op die plek te meten. -2. En zo stel je zich af. Ja, je ziet gewoon, zeg maar, je hebt die icoontjes dan. En dan zie je gewoon, oké, vis A die zwemt op 2 meter diepte. Vis B op 2,5. Ah ja, het gaat zelfs zover dat je zelfs de individuele vissen op de hoogte ziet. Ah, dat is wel strak. Daar moeten we... Laat je dat in die video ook zien? Dat... Volgens mij laat ik het wel zien. Alleen zit er alleen een tussenshot in tot je alleen de bodem ziet, zeg maar. Okay. Maar ik vind,
Volgens mij vertel ik het wel. Ja. Maar dat is gewoon, ja... Dat is eigenlijk een, Als je dat hebt, oké. Maar je ziet gewoon... En wat voor vissen registreert hij? Registreert hij vanaf een bepaald formaat? Ja, je kan het instellen van klein naar groot. Dus dan meestal alleen maar op groot. Want de grootste iconen, dat interesseert je eigenlijk. Ja. Maar het kunnen ook brasem zijn. Ja. Dus, maar en als je dat hebt gevonden, ja, dan stelt geen zaak voor. Oké. En jij hebt dan dat je natuurlijk die zik afstelt op die afmetingen. Ik heb je zien werpen dat je letterlijk... Ja, ik denk dan ligt een klit achter je op de grond en dit gaat nooit goed. Maar dat is een skill die jij in de loop der jaren... Nee, waar dat je vertrouwen op hebt in ieder geval. Nee, heel veel mensen denken dat het heel moeilijk is, heel ingewikkeld. Maar heel veel, als je zelf naar je eigen visserij kijkt en je gooit tegen een struik aan, dan heb jij je lijn ook op de klip zitten. Dus dat kijk je ook van tevoren aan. Wat gebeurt er? Het zorgt niet alleen dat je te ver gooit, maar het zorgt er ook voor dat zeg maar je onderlijn van je lood wordt. Ja, ja. Als je dat die doorklapt. En dat is precies hetzelfde. En dat gebeurt op een onderlijn van 30 centimeter. Ja. Maar dat gebeurt ook op een onderlijn van 7 meter. Ja. Maar dan heb jij met de swing van... Want je vist lange hengels dan, denk ik, of niet? Ja, je kan ook gewoon met 9 voeten vissen. Oké, dat is voor je werpen dat er zo'n lange onderlijn achteraan komt? Dat maakt niks uit. Je onderlijn leg je gewoon op een onthakingsmat neer. Ja, dat die vrij ligt. Dat die vrij ligt en gewoon gooien. Je moet net zo handelen als je normaal aan het vissen bent. En heb jij dan even, waarschijnlijk zie je dat in die video ook wel hoor, maar ik heb wel het idee dat die zik gewoon letterlijk om je oren heen vliegt, zeg maar. Maar dat jouw ervaring is, hij gaat gewoon netjes over je heen. Maar we moeten dat toch, ik moet het ook vaak gaan doen. Altijd een keer welkom. Kijk, ik ga daar gebruik van maken, dit erop. Hey, en heb jij dan ook een hele specifieke voerstrategie om zo'n stack op te starten? Heb je daar dat je bepaalde liquids of wolk effecten creëert met grondvoer, waar je dus die vis aan het azen krijgt in die hogere waterlagen? Of hoe doe je dat? Meestal begin ik zonder te voeren. Gewoon foam, single foam. Okay. Ik heb op Kaapland is ook zo'n water, is gewoon diep water. En daar hebben ze altijd op een stukje geel foam gevangen. Oké. Maar op een water waar echt een heel hoog bestand zit, en Robin weet er ook van, als je daar gaat spompen, ja, die vissen worden gewoon gek. Die worden gewoon gek. We hebben dat helaas op die video niet kunnen laten zien, maar Robin is daarna nog geweest. Ja. En op een gegeven moment was het stil. Ik zeg, wordt tijd dat we gaan spompen. Ja. Ja, je gooit 2 spompen en je krijgt gelijk een run. Want die creëert echt gewoon die voedselwolk, die voedselnijd. Die vis weet gewoon, oké, daar moet ik zijn. Ja. Het is gewoon gekkenhuis. Ja. Maar je moet er dan wel, moet je er dan voor zorgen dat het wel in die hogere waterlagen dus ook attractief wordt? Of hoe doe jij dat? Want ik heb altijd het idee dat dan die Engelsen heel erg promoten van, joh, dat voer moet omhoog, want die vissen moeten dan hoger dat ook zien? Nee, nogmaals, zeg maar, als je bij het begin begint, zeg maar, wat we net zeiden over die diepe, je hebt de vissen gevonden, dus daar begin je mee. En daar pas jij je voer op aan. Ja. Dus zeg maar, hoe hoger de vissen zitten, hoe natter je je voer maakt. Ja. Zitten die vissen dieper, dan zorg je dat het wel wat droger wordt, dat het wat sneller naar de bodem zakt. Ja. Dus daar pas je het wel op aan. Maar jij werkt dan altijd eigenlijk van boven naar beneden. Dus je laat het of heel langzaam zakken, waardoor het eigenlijk door die waterlaag gaat, of snel als je dieper met je voer wil komen. Oké, maar je gaat dus niet de andere kant op, dat je het een soort van wil laten borrelen met allerlei spotmixen of zo, die dan van beneden naar boven gaan. Nee, ik gebruik gewoon een simpele spot cloud mix. Ja. En dan gooi ik het maakt in principe niet uit, of water erbij. En is het zeg maar een water waar zeg maar weinig vis op zit, dan wil ik er wel liquids bij gaan doen om gewoon puur de attractie te krijgen. Gewoon zo'n wolk te krijgen. Het gaat gewoon puur om de wolk, visuele wat ze zien. En een vis kan niks vastpakken met een vinnen, dus je moet alles met de mond doen. Dus het is puur nieuwsgierigheid en door de attractie van het voer wat erbij zit, tot ze aanzet om het te pakken, zeg maar. En heb je nog heel specifiek dat je kijkt naar het type water en insecten, dat je daar je zik op, nu zeg ik het ook, zik, je zich op aanpast? Dat je echt kijkt naar de kleurstelling, de grootte, de vorm? Ben je daar heel... In het begin dacht ik dat het echt allemaal onzin was, weet je wel. Dat geel, zwart, heel veel, iedereen zei, je vangt heel veel op zwart. Ja, ja. Ik vang altijd heel veel op geel. Ja. Maar nou ben ik de laatste tijd wel wat meer aan het experimenteren. Ik vang nu heel veel op zwart met een stukje roodfoam. Roodfoam. Okay. Ja, ja. Dus ik merk wel zeg maar hoe feller de zon schijnt, hoe slechter de gele doen. Omdat het, en zeker op helder water, tot het zo weer kaatst, tot het gewoon
afschrikt. Dat wordt te fel ofzo. Ja, te fel. Dat lijkt er meer op een blinker, zeg maar. En als je dan zwart pakt, dan zie je toch wel meer de silhouet en tot het wel wat rustiger toont onder water. Iets meer insect lijkt. Ja, ja. Want ik weet ook wel dat mijn een schoonvader ooit, niet meer nu mijn schoonvader, maar ooit, die viste heel veel met vlieg. En die gaan daar echt ver in, hè? Dus dat ze echt proberen met dat vliegje zo de contouren en de kleuren na te bootsen van wat er op dat moment of zakt door het water. Of ik kan me best voorstellen dat die vis, hoe meer je iets kan creëren wat daar blijkt, hoe meer kans je uiteindelijk ook hebt om die vis te haken, zeg maar. Dat hij het accepteert. Kijk, als hij, dus wat jij ook zegt, als het veel te fel is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het juist weer niet vissen aantrekt, maar is het inderdaad silhouet van, weet ik veel, een kever of iets wat er doorheen zakt. Ander soort insect dan. Klopt. Ja. Maar jij gaat er nog niet zo ver in dat je dus thuis met een bindmachine je eigen. Nee, daar ben ik te lui voor, Jos. Ja. Dat betreft ben ik gewoon erg lui. Maar je gebruikt er gewoon de kant-en-klare six? Ja, gewoon weten. We hebben nou een six screw en dan schroef je een stukje foam op en ik jank daar gewoon 20 reps in en dan vangen we ze gewoon. Ja, klinkt heel misschien heel simpel. Ik snap je. Nou, hoe simpeler, hoe beter. En hoe balanceer je hem uit? Balanceer je hem aan de waterkant gewoon zelf nog even uit? Of hoe zorg je ervoor dat foam dus genoeg draagkracht heeft om hem... Door de jaren heen weet je wel, geef mij tot een foampje van een centimeter lang dat er genoeg draagkracht hebt. Maar wat je wel merkt, en dat verschilt ook per fabrikant qua foam, dat de foam is, zeg maar, en daar heb je een nacht ingelaten. Yeah. En dan haal je 's morgens binnen, dan is het gewoon echt helemaal fijn geperst door de waterdruk. Yeah. En dan merk je wel dat het niet meer zo, de drijfvermogen daar niet dat meer zo. Dat die echt wel, Ja, het is, zakt in die waterlaag. Hij staat niet meer zo prominent omhoog zomaar te zeggen. Maar het verschilt van fabrikant qua foam. Yeah. En ik ben er nog niet uit welke het nou het beste heeft. Want sommige heeft ik denk een hogere dichtheid. Ja. Yeah. Dus die blijven de vorm wel wat langer houden. Je hebt op AliExpress, en dat is gewoon een tip, dan heb je zikfoompjes en dat zijn verschillende kleuren. Ja. En dat lijkt meer op die Effet balletjes. Ik weet niet of je die kent. Ja, ja. Die heb je dan daar ook op AliExpress. En die zijn gewoon beste daarvoor. Want die dichtheid is dan wat... Ik weet niet wat voor structuur dat is. Want als je met een bolienaald er doorheen gaat, lijkt het net of ze hol van binnen zijn. Okay. Ik weet het echt niet. Maar dat zijn wel de beste in mijn ogen. Ja, voor langere tijd. Ja. En de haakkeuze die jij daarvoor gebruikt? Een simpele kleine klauwenhaak. Dat kan variëren van maatje 8 tot 12. Ja. Ligt eraan hoeveel er wordt gezikt. Op een water wordt er veel gezikt. Dan ga ik op 12 zitten. Ja. En dan wordt het niet gedaan. Ja, dan ga ik gewoon naar een 8. Ja, moet het niet moeilijker maken dan dat. En je kiest dan bewust voor klauwenhaak, omdat je daar ook gewoon weer goed vlees wil hebben. Juist. En hoe worden die vissen doorgaans gehaakt? Zeg maar? Dus als je hebt die aanzwemroute is natuurlijk altijd... gevarieerd. Ja, die kunnen van onder komen, van boven, links, exact. Rechts. Maar is daar een bepaalde inhaking die je elke keer terugziet? Of? Onderlip, ja. Gewoon, Ja. Want... Het staat zeg maar zo strak onder water, door de waterdruk en door de druk van de foam, tot het zeg maar, wij spreken, het hangt nog, en het staat gewoon echt stil in het water en die vissen pakken het gewoon. Ja. Ja. En die zwemmen er gelijk mee weg. Dus, ja, het is ook snel hangen snel, eigenlijk. Ja. Want die speling is dus minimaal. Minimaal. Het ligt er nog gewoon aan. Volgens mij hebben Rob en ik hebben toen met adjustables gezeten. Ja. Yeah. En we kregen volle fluiters. En ik heb toen een keer een video opgenomen van... Ja, je krijgt nooit volle fluiters met adjustable six. Een week daarna ben ik nog een keer gegaan. En ik verspil twee goede vissen op het taluut. Dus ik verspil met twee controllers. Yeah. Dus ik ga over op vaste six. En krijg gewoon een piep. Ik dacht, wat is dit dan weer? Want je ziet gewoon die top. Maar die vissen die zwemmen dus gewoon... Rondjes. Ah, en okay. als het lood niet wordt opgetild door de vis, je krijgt ja, haast geen indicatie. Nee. Dus ik ben daar echt wel voor teruggekomen tot adjustable six 10 keer beter zijn dan vaste six. Omdat je daar veel betere registratie mee krijgt. Ja, en heb je dan ook wel eens... Ja, het is gewoon even theorie hoor. Maar dat die vis pakt en zakt in die waterlaag. Ja, ook. Ik krijg ook af en toe terugvallen. Ja. Ja. Maar dan heb je ook nauwelijks registratie, afhankelijk van hoe snel het gaat natuurlijk. Ja. Maar oké. Okay. Ja. Dus en die registratie, hè, mij lijkt het vrij. Je zegt oké, volle fluiters heb je dan wel gehad. Ja. Maar wat is jouw ervaring daarin? Wat voor aanbeten zijn het 9 van de 10 keer? 9 van de 10 keer, als je met vassen zit, zijn het. Ja, soms krijg je een paar piepen, maar soms heb je, zeg maar... Het ligt er ook aan wat de grootte van de vis, zeg maar. De grote vissen, die janken er gewoon tussenuit. Ja. De kleinere vissen, die denken, hé, wat gebeurt hier? En die blijven een beetje cirkelen, die blijven hangen. Ja. Oké. Ja.
En dan dus wel met die grotere vis vast is gewoon een goede aanbeting. Ja. Oké. En ook gewoon haken al goed? Of moet je, zet je echt nog het lood? Nee, in principe hoeft dat niet. Gewoon door de waterdruk. De weerstand? Weerstand geeft de inhaking, ja. Oké. En ook dus de weerstand, want je vist 9 van 10 keer dan een meter of 2, 3 van het lood af, toch? Altijd 2 meter, ja. Altijd minimaal 2 meter van het lood af. Ik heb er dit jaar best wel redelijk mee geëxperimenteerd, omdat ik veel met korte hengels aan het vissen was. Ja. Dacht van, dan moet ik toch mijn onderlijn wat korter maken. En dan had ik eerst een meter. En je ziet toch, dat je minder aanbeten door krijgt. En puur door de controle, denk ik. Dat het daardoor komt, dat ze het toch wel zien. Dat het te dichtbij zit. Ja, ja. Toen ben ik teruggegaan naar 2 meter. Ja. En de laatste keer ging ze gewoon helemaal los. Zakte 27 aanbeten op een dag. Zo, bizar. Ja. Ja, het is zo'n... Je hoort dat zoveel van jongens die visserij goed beheersen. Dat het zo'n wapen kan zijn op het moment dat je inderdaad bodem, geen activiteit. Ja. Dat het is... Is het denk je ook vaak een... Dat is niet een hele natuurlijke manier van azen voor die vis, toch? In die lagen. Ik denk het wel, want als er zeg maar een ik weet nog niet eens hoe je dat noemt in het Nederlands, een hatch, een fly hatch uitkomt, zeg maar. Ja, soort, ja. Ik snap van larven. Ja. Larven hangen naar boven gaan. Ja? Die vissen eten dat ook. Waarom zouden ze dat? Ook op die waterlagen. Ja, 100%. Ja, oké, daar zeg je wat. Dat zou voor mij, als ik denk, dan is het bodem of oppervlakte, maar niet per se daartussen. Ja, wat zit er dan in? Maar klopt, als je dus inderdaad natuurlijke. Als dat is, mijn vlieger, hou het goed in de gaten. Zeg maar, als die uitkomen, gaan we ziggen. Dan zijn die lagen interessant. Ja. Nou, bizar. Hey, en als jij nou als gasten willen starten met die zigvisserij, heb je daar bepaalde tips, trucs, content die jou gemaakt hebben waarvan je zegt van hey, pak daar dat stappenplan vandaan? Of kijk eens even goed hoe wij natuurlijk nu wel toelichting geven. Jij hebt toelichting gegeven. Maar... Ik denk als je die video van die ik toen met Michiel met Pilar, heb gedaan, als je die goed nakijkt. Dat je daar wel veel van leert, maar je kan me ook altijd gewoon een berichtje sturen erover. Waar echt die 7 tips worden gegeven, hè, door Piel. Hey, en berichtje, want ik was vanochtend aan het kijken Facebook. Toen dacht ik, waar is Tetro op Facebook? Nee, maar dat is gewoon Facebook. Klaar, hè? Ik haat Facebook. Tetro is anti-Facebook. Ja. Dus Instagram is de manier om jou te contacten, denk ik, hè? Oké, maar vroeger zat je wel op Facebook, toch? Vroeger, ja. Ja, ik denk eens kijken of hij gewonnen heeft met voetbal van het weekend. Dat ik iets tofs te melden heb. Ik ben er echt helemaal klaar mee met Tetro. Je was weg. Ja, weg. En ik zal er ook niet terugkomen, ook niet. Is gewoon niet meer. Je ziet best wel dat daar een beweging in zit. Hè? Ik hoor het ook meer om me heen. Ja. Ik denk dat Instagram dat toch wel echt het visuele, het kortere. Het kortere. Je swipet er sneller doorheen. Ja. De opmerkingen zijn minder goed te lezen. Ja, waardoor je minder interactie hebt waar je weer druk om maakt. Ja, juist. Ik snap al wat je bedoelt. Ja. Hey, en heb je voor dit jaar, we zijn natuurlijk al bijna najaar 2020, maar heb je nog bepaalde visdoelen, ambities, gekke plannen die er aan gaan komen waar je mee bezig bent? Voor dit jaar is het gewoon het standaard wintervis. Ik ga nog een keer naar Parque del Brenta. Ik ga nog een weekje kaarplantes volgende week dan voor het filmen. Ja. Dan wordt er echt een video specifiek weer over het zeggen, zeg maar. Ze zijn over 30 kilo heen, hè? Vorige week toch? Ja, ik had het gezien, ja. Zo, ja. Echt een brute vis, ook. Ja, ze is een mega vis. Dus daar gaan we dan heen. Ja. En dan heb ik nog wel wat links en rechts van 24 uur sessies met de mannen van het team. Ja. En dan als het goed is in de toekomst nog een keer 2 weken naar Zuid-Afrika. Ja? Zo, vet. Ja. Ja, het is nu natuurlijk allemaal onzeker. Ja, het is bizar slecht daar op dit moment. Ja, maar ook qua COVID ook. Ja, is het echt heel slecht, qua aantallen dat het de pan uit... Ook, en qua de leefomstandigheden is daar ook aan de Zuid-Afrika. Ja. Ze mogen geen alcohol meer hebben. Dat is helemaal een ban op. Oké. Ja. Dus het is chaos. Het is chaos, ja. Wow. Ik heb redelijk veel contact nog met mijn vrienden daar. Ja. En die zeggen ook van, het is niet zo APK op dit Je moment. Moet niet deze kant op komen nu. Nee. Oké. Hey, die visserij Zuid-Afrika, want ik ken de verhalen ook. En ook van jongens uit ons netwerk die vaak gaan. Maar wat trekt jou daarin? Avontuur. Ja? En je wil gewoon echt snelpaarden. Ja, dat is gewoon echt lijp. Ja. Zo. Dat is echt lijp. De eerste keer dat ik daar was, vorig jaar... En je bent vorig jaar geweest? Ja, en dat was het heeft zo een indruk op me gemaakt. Ja. Gewoon het cultuurverschil en alles. Maar hun visie op het vissen. Ja. Het kan je niet vergelijken met ons, maar hun visie op het wild het gewoon het buiten zijn. Maar hoe is dat zo anders dan? Wat zijn de verschillen daarin? Die genieten veel meer, joh. Die staan stil of zo? Die staan gewoon stil. Ja. Die maken een kampvuur s'avonds. En dan drinken ze een paar brandewijntjes erbij. En dan kampvuur gaat bijna uit. En dan zegt ze, nou is het tijd voor een braai. Dus een barbecue. Yeah. En dan komt het beste vlees in de wereld komt tevoorschijn.
En dan genieten, gewoon genieten. Rust of zo, er is. Rust en gewoon genieten, onderling genieten. Ja. Dat is gewoon prachtig. En op de achtergrond hoor je de leeuwen dan. Ja, dat lijkt me ook wel echt, ja, ik zou mijn broek schijten, denk ik. Maar had je niet zozeer van zo, dit... Nee. Het enige waar ik echt bang voor was, was voor nijlpaarden. Daar hebben ze ons voor gewaarschuwd, maar voor de rest nee. Ja. Want nijlpaarden schijnen ook wel echt serieus. Volgens mij zijn er meer mensen die door nijlpaarden kopje kleiner worden gemaakt dan door leeuwen, inderdaad. Ja, hè? Dat die statistieken zo... Hey, en wat vang je daar? Ik zie altijd die wilde spiegels met de wilde schubben. Ja, klopt. We zijn voor de eerste keer zijn we naar Klaasjeridam gegaan. Ja. Dat is gewoon een van de bekendere wateren waar het vroeger allemaal is begonnen. Ja. Daar vang je veel wilde kapers, dat klopt ja. En toen zijn we daarna naar Klaasjeri-Caravanpark geweest. Dat is een soort betaalwater daar. Ja. En daar zitten wel wat grotere vissen, maar ook heel veel wildere vissen op. Ja. Maar er zijn wateren, en volgens mij die videolaars van Roderick en Ronald, die vangen gewoon mega mooie vissen. Ja, 23 kilo of zo had hij. Ja. Dat is gewoon, dus die zijn er ook. En toen zijn we, waar zijn we nog geweest? Johannesburg. Ja. Pardon. En dat is gewoon een groot syndicaat. En daar zitten gewoon ook de normale kapers gewoon op. Ook tot 60 pond. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar en die visserij, die is ook gewoon vergelijkbaar met de Europese visserij? Ja, het begint steeds meer. Ja. Het is wel een big business, zeg maar. Ja. Die kameraad van mij, die heeft zeg maar de tegenhanger van KWO. Kampioen is dat. Oké, okay. Ja. Dus die heeft zeg maar ook een online platform. En dat zie je ook ieder jaar steeds meer groter en groter worden. Dus dat is op dit moment is er wel booming business daar. Steeds meer gasten die ook gewoon... En zijn het ook echt gewoon letterlijk locals? Of zijn het vooral dan expats of zo die daar die visserij locals, op pakken? Ja, locals, die ook die karpenvisserij. Ja. Tof. En dan ook voor de sport, niet alleen voor de pan, zeg maar. Nee, heel weinig voor de pan daar. Ja? Dat viel me echt op. Het enige wat ze in de pan gooien zijn die meervalletjes die ze daar vangen. Ja, die gaan, die worden gewoon opgevangen. Die geven ze aan de locals. Ja. Geef ze gewoon aan de locals, zeg maar. Ja. Nou, strak man. Nou, als je daarvan terug bent, videomateriaal zal ongetwijfeld komen, maar dat is misschien wel tof om daar nog eens... met elkaar op terug te blikken. Ik heb nog een paar losse vragen. Ik ben heel benieuwd of er de afgelopen paar jaren iets in jouw uitrusting is gekomen waarvan je zegt, ja oké, dit is echt voor mij een eye-opener geweest. Als ik dat 15 jaar geleden had gehad, dan had het me sowieso veel meer vissen opgeleverd. Heb je iets waarvan je zegt, van nou, dat vind ik tof, zit in mijn uitrusting, meerwaarde. En dieper. Ja, dat is echt wel een... En welke gebruik jij? Pro, plus? De Cherub. Die Cherub, Oké, dat is die nieuwe groene, toch? Die donkergroene. Ja. Oké, en je alleen aan de hengel of gebruik je hem ook op alleen de boot? Nee, alleen aan de hengel. Ja. Ja, trouwens, het ligt ook aan mijn rubberbootje, want het is net zo makkelijk. Ja, met zo'n flexarm heb je hem dan, dat je hem gebruikt. Ja. Maar die weergave en zo, betrouwbaar, goed. Ja, weet je wat het is, Jos? Je gebruikt hem zeg maar voor de diepte en voor de hardheid. En daarna, als je je hengel laat zakken, voel je toch wel of het hard of zo. Ja, maar de connectie met je telefoon en zo, allemaal gewoon bij jou. Wij hebben wel eens wat connectieprobleempjes gehad in het verleden. Ja, dat heb ik ook. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja, het werd elke keer wel weer gefixt hoor. Maar dan was net in the heat of the moment dat ik hem niet aan de praat kreeg. Maar je hebt daar echt wel gewoon inmiddels steady dat je erop durft te sturen. Zo. 90% wel, ja. Ja. Je hebt het af en toe nog wel eens tot het... Ja, maar goed, het gemak wat je dan hebt, dat... Ja, ik gebruik hem toch heel kort en krachtig. Gewoon, nogmaals, met de zikker gebruik ik hem gewoon echt gewoon voor de diepte en waar de vissen zitten. Ja. En als ik dan een keertje in de boot zit, ja, dan pak ik hem er ook bij. Maar mijn visserij is niet meer zoveel met een boot of wat dan ook. Nee, dus daar is hij echt van meerwaarde in. Ja. Tof. Hey, heb je een visser in jouw netwerk waarvan je zegt, oké, die is ook echt tof om een keertje... Ja, nu is het voor de camera te zetten. In het verleden was het ook de audio alleen natuurlijk. Zei ik altijd achter de microfoon. Maar heb je iemand vanuit jouw netwerk van zeggen, ja, bijzonder verhaal, bijzonder mens? Tim Verloop, ja, jong Tim gastje. Verloop, oké. Okay. Ja, die werkt, die is een teamlid van ons. Ja. Maar die is zo gedreven. Ja? Ja, is bizar. Herken je een beetje van jezelf daarin van vroeger? Van vroeger wel, ja. Ja? Ja. Nou niet meer, ik ben niet meer zo gedreven als vroeger. Maar vroeger die is was echt Tim Verloop. Ja, okay, Tim Verloop is eigenlijk gewoon moeten hele we, goed. Ja. Moeten we eens naar gaan kijken. Hey, laatste deel van de podcast. In dit geval, ja, noem je het een videocast? Weet ik Nee, noem het gewoon een video podcast. Ja. Gewoon een podcast, ja. Gaat bij mij altijd kiezen en delen, kiezen of delen. Het is even gewoon jouw gut feeling. Niet politiek correct, hè? VVV of PSV? Of ADO Den Haag? ADO Den Haag natuurlijk, echt? Ja, tuurlijk. Ja, kijk, beeld is begint te lachen achter de camera. Beeld ADO Den Haag. Ja, daar ben ik heel kort in. Ja? Je moet altijd voor de club zijn waar je geboren bent. Ik heb zo'n hekel aan succes supporters. Oké, okay, dus gewoon nog steeds ADO. Tuurlijk. Of er een Chinees in zit die alles eruit trekt, niet? Gewoon ADO. Dat kan wel niet uit. Okay. Nee. Visserij op een putje of op een groot meer? Putje. 10 of 12 voet? 10. Voeren of instant vissen?
één visserij mag je noemen kiezen. Altijd voeren. Instant. Ja. Ziggen of statisch? Ja, die weet ik eigenlijk al. Ziggen, ja. Het verschil maken met rigs of het verschil maken met aas? Rigs. Filmen of editen? Filmen. BTW of openbaar? Eén type visserij noemen. Ja, iedereen noemt me altijd de BTW, vooral bij binnen ons team. Ja. Maar ja, dat doen we BTW. Laten we de, ja, laten de eer hoog houden. Man. Ja, als je je daar goed voelt, is het gewoon prima. Vissen in Frankrijk of vissen in Nederland? Frankrijk. Tesla of Ferrari? Ferrari. Ja, ga je toch wel voor de oude tuurlijk. Echte pk's? Ja, tuurlijk. Benzinemotor. Ja. Canon of Sony? Panasonic. Ja? Je filmt nu met zo'n Lumix, zei je net, hè? Ja. Maar voordat de camera's aangingen, was je beeld aan het overtuigen dat hij toch maar naar Canon over moest gaan stappen. Dat jij in ieder geval naar Canon. Ja, dat wel. Zeker nou, ik weet dat Canon is heel jarenlang, zeg maar, niet meegegaan op het filmgebied van de camera's. Maar nou hebben ze de R5 uit, ja, dat is wel een beest. Ja, qua specs is dat... Alles, ja. Maar wat ik me afvraag, en daarna gaan we verder. Ik hoor hier op kantoor ook wel eens gasten. Ja, 8K, ja, 4K. Dan denk ik, oké. Ik heb televisies thuis, ik heb schermen, maar volgens mij is er nog niks 4K waar ik het op kijk. En ik weet gewoon vanuit de data traffic dat 4K gewoon echt ziek veel data trekt, zeg maar. Ja, dat wel, maar de optie van 4K filmen tegenover, zeg maar, gewoon Full HD. Yeah. Als je zeg maar een, wat is het makkelijkste? Een close-up of zo. Een close-up van iets wil hebben. Ja, je hebt een tent, zeg maar. Ja. Yeah. En die staat te ver. En met 4K kan je hem nog een keer 100% dichterbij halen. Maar gewoon, en nog 100% scherp dan? Ja. Ja, okay. Dus dat is geen beeldkwaliteit. Oké. Maar het daadwerkelijk uitzenden in 4K, dat gebeurt nog heel weinig, toch? Nee, alleen Netflix, wat ik weet. Ja, en dan moet dus je televisie moeten aankunnen, je internetverbinding moeten aankunnen. Want wat er dan aan data over die kabel heen gaat om 4K in te laden, dat is ook wel heel serieus, toch? Ik bedoel, dat is wel, niet, En wat is dan 8K? Wat... Gaan we nog een keer dubbelen van 4K. Maar kan ons oog dat überhaupt, zie ik het verschil? Het schijnt van wel, ja. Ja? Ik heb nou toevallig thuis een nieuwe 4K tv. Ja? En als je dan eigenlijk van dichtbij... Je ziet echt die scherpte. Ja, is bizar. Ja? Is gewoon bizar. Maar is dan, wat zou... Ja, dit is misschien een hele domme vraag. Maar wat is ons oog, zeg maar? Is ons oog dan nog beter dan 4K? Ja, mijn ogen niet meer door de jaren. Natuurlijk. Ik ben zo maar blind. Maar ik vraag heel erg af. Ja, kan je dus op een gegeven moment dan met jouw ogen 4 of 8K volgen? Of is het dan gewoon klaar of zo, zeg maar? Ik weet het ook niet. Als je het op tv ziet, is het wel erg mega. Ja, het is net alsof je gewoon... Ja. Alsof het naast je gebeurt, hè? Ja, als ik mijn bril op heb, dan zie ik wel 4K. Dat weet ik die, 100%. Die kwaliteit, oké. Okay. Ja. Nou is het Full HD. Gaan we wel eens even aan een echte technicus gaan wat een keer vragen. Hey, een 19 kilo onbekende schub of een 25 kilo bekende spiegel? 19 kilo onbekende schub. Zoet of vismeel? Eén boilie nog. Zoet. Ja? Ja? Zoet is jouw ding. Misschien ook weer goed om even op in te haken, want ik zei natuurlijk eerder, ik ben al wel benieuwd naar jouw theorieën, visie op aas. Heb jij een hele specifieke visie op aas? Hele specifieke voorkeuren? Ga je daar, je gaat mee met de flow? Nee, ik ga niet mee met de flow. Want ik heb vroeger altijd wel geëxperimenteerd met aas. En ik heb toen een keer een recept gehad van een Engelsman. Ja. En dat was gebaseerd op toko ingrediënten. Ja, gewoon de Bellekens, zeg maar, Wat nou, zeg maar, de trassie. Ja. Dat was... Die kruiden, zeg maar, die mix of zo. Dan merk je wel tot daar veel meer... Ja. Gevangen wordt dan. Want je vist nu gewoon wel. Gewoon kant-en-klaar uit. Aas. Je maakt niet meer zelf. Nee, niks meer. Okay. Nee, we hebben zoveel aas. Smaak in het assortiment. Nee, ik pak gewoon wat er is. En heb je dan 1 of 2 bollen die je eigenlijk continu met vertrouwen inzet daarvan? Waar vis je dan mee? Citrus in de winter. Ja. Echt, en zeker op de water waar ik dan in de wintervisserij is. Daar zijn ze helemaal gek op. Dus de keuze is makkelijk. Gewoon zoet, attractief. Ja, en in de zomer is het een mix van. Van de strawberry crush met de Scopex Squid, meer niet. Oké. That's it. En vis je dan bepaalde diameters? Wil je bepaalde... Klein altijd, 12, 15. 12, 15, niet groter dan dat eigenlijk. Nee. En qua vorm is het gewoon rond? Je vis rond gewoon, of gecrushed? Gecrushed kan ook. Ja. Zeg maar nogmaals, wat ik zei, in de windvisserij, dan crush ik alles, dan kook ik het allemaal tot pulp. En dat meer is er niet. En ga je daar nog heel erg vinden? Ver in dat je dus gewoon letterlijk ontleedt wat er allemaal in zit. Ben je daar? Je bent dan niet meer de crack die
elk ingrediënt wil weten. Wat... In de tijd van ProLan wist ik dat wel, omdat we zelf draaiden, weet je wel. En dan weet je gewoon dat het allemaal gewoon fair producten zijn. Die onzin wat we allemaal de laatste jaren hebben gehoord, tot ze daar karton in hebben gedaan. Ik werkte dan niet meer, maar tot ze dan kartonmeel erin... Dat is gewoon de grootste bullshit. Ja. Echt, bij die jongens die dat zeggen, die zitten die sporen gewoon. Nee, maar goed, maar 9 van 10 hebben die gasten geen idee. Hoor. Nee, dat is het, gewoon. Nee, maar op dit moment, nee. Ik pak het gewoon uit de zak en het is genoeg vertrouwen. Fish you ready made or freezer? Beide, maakt me allemaal niet zo ook uit. Geen specifieke voor. Nee. Okay. Ik denk dat het voortaan het aas wat op de markt wordt gebracht... Het maakt niet uit wat voor merk het is, dat het voortaan wel zo goed is. Dat je durft te pakken. In te zetten, okay. Losse banksticks of rotpot? Losse banksticks. Losse banksticks, altijd, ja? Niet altijd, nee. Nee, er is een videootje gaat online van mij dat ik op mijn plaat ga. Ah, ja, met het waadpak aan. Ja, met het waadpak. En dat was volgens mij met een rotpot. Dus daar zijn we daarna snel van afgestapt. Kijk, beeldjes die kunnen we hier wel even overleggen. Dat we even hem op het einde neer moeten zetten. Ja, dat was wel mooi. Mm. Je had ook wel pijn, hè? Je zag ook wel even dat je pijn had. Ik had aardig wel pijn. Ik dacht, ik had eerst mijn arm gebroken. Ja. En toen was toch meer mijn ego gebroken. Ja, maar ik dacht ook echt wel van... die gaat nu die of niet opstaan. Zeer. Die deed goed zeer. Maar ja, weet je wat het is? Ik film altijd de anderen. Ja. En ik heb zoveel bloopers mogen filmen. Ja. Toen Timon die viel toen een keer over de onthakingsmat in Hongarije. Ja, die is ook helemaal viraal gegaan. Ja. En dan moet je het ook wel, hoe heet dat, op de kin nemen. Moet het kunnen hebben als je... Ja. Klopt, helemaal als je niet zwaar gewond afgevoerd. Maar die vis hakte daarna nog wel. Ja? Want ik kreeg wel veel pijn. Hey, wat ik ook nog wel benieuwd naar ben, hè? Je doet natuurlijk ook wel eens wat met de Engelse boys qua filmwerk. Dus dan met Alan Blair, Ollie Davis en zo. Hè? En wij zien natuurlijk altijd de Engelse video's. Hoe fanatiek zijn die boys? Ik bedoel, ga je net zo hard mee met die gasten? Ik denk altijd, oké, complete chaos. Ik herken er ook veel in wat Pilar en Hofman ook doen. Ben je nog net zo gek? Ga je er achteraan? Want als cameraman moet je eigenlijk... Ja, ik moet er achteraan gaan. Zeker achter die lange man. Die is gek. En lange is Alan Blair dan? Ja, Alan Blair. Die is gek. Vorig jaar waren we op een knal. Ja. Hij zegt, dan pak ik de boot en dan loop je maar achter hem aan. Ja. Ik dacht van, die gaat een paar honderd meter, maar dat stuk is 12 kilometer lang. Ja. En ik denk dat we tot op 10 kilometer waren. Ja, dat hij gewoon aan het zoeken was waarschijnlijk. Ja. Maar ik erachteraan huppelen met mijn logge lichaam. Want ja, liep langs de kant van de oever. Je moest me natuurlijk filmen. Mooie dingen. Man, 10 kilometer. Helemaal gek die gozer. Ja. Maar het is wel hoe hij zeg maar op video is hij ook in het echt. Hij is zo echt gedreven. Ja. Hij is zo goed. Ja, bizar is dat, dat je daar zo in op kan gaan. Mooi. Hey, Tetra, we zijn op het einde aangekomen. Allereerst natuurlijk dank. Namens ons team dat je hier bent aangeschoven voor de eerste keer, primeurtje. Heb jij nog een boodschap die luisteraars, kijkers wil meegeven over iets moois, een wijsheid? Een wijsheid, wat ik mee wil geven. Ik heb er een tijdje over na zitten denken. Ja. En het enige wat er bij mij inkomt is van, jongen, het zijn maar vissen. Ja. Maak het niet groter dan dat het is. Ja. Op allerlei manieren. Allerlei manieren, ja. Geniet gewoon van je hobby. Juist. Mooie afsluiting. Dat is het belangrijkste. Hey, ik zou je graag nog een keer om tafel willen hebben als die wintervisserij eraan gaat komen. Voor nu, je vertelde ons ook nog even commercieel dat Nash allerlei leuke dingen in de pijplijn heeft zitten. Nou, daar zal je ongetwijfeld bij KWO wat van voorbij zien komen. Bij jou op Instagram ben je volgens mij ook links en rechts wel dat je de mensen op de hoogte houdt. Ja. Wat ik al zei eerder is, check even onze zoekmachine Tetro of Nash. Op Tetro vind je eigenlijk al zijn producties. En met name de video samen met Pilar over het zichtvissen geeft denk ik veel meer beeld bij wat wij besproken hebben. Ja. Michiel probeert echt 7 tips uit Tetro te halen. En ze vangen ook vis om die zichtvisserij nog veel beter in beeld te brengen. En voor nu jongens, dank voor het kijken. Dank voor het luisteren. Wij gaan lunchen hier, is geregeld. En tot de volgende editie. Top. Dankjewel. Graag gedaan.